Je hebt een foto die je graag zou toe willen voegen aan een serie andere foto's. Maar het grote probleem daarbij is dat al die andere foto's een formaat hebben van 32 bij 24 centimeter. En zoals je kunt zien is deze foto dus 5 centimeter te breed. De hoogte klopt wel, maar de breedte niet. Het crop tool is geen optie, want daarbij verlies je veel te veel van de inhoud. Die inhoud wil je bewaren. Je zou kunnen kiezen voor selecteren, alles bewerken, zo schalen dat inhoud behouden blijft. Wanneer je dan hier aan de zijkant gaat slepen, zie je meteen een zwart venstertje verschijnen. Waarin de maten staan die overblijven wanneer je op deze manier verschaald hebt. Ik doe het even aan de andere kant ook. En op deze manier kom ik al vlug op die 32 centimeter uit. Maar het grote nadeel heb je wellicht al gezien. Met deze manier van verschalen verandert het formaat van dat hutje toch op een dusdanige manier dat het eigenlijk niet gewenst is. Ik druk daarom op de Escape-toets om hieruit te ontsnappen. Ctrl D of Command D van de Mac-gebruiker om de selectie uit te zetten. En ik activeer het lassootje en trek een simpele selectie rondom het hutje. Die hoeft niet echt nauwkeurig te zijn. Zo, die selectie is klaar. Vervolgens kies ik voor selecteren. Eerst bewerken natuurlijk en dan doezelaar. En voer een waarde in van 20 pixels. Klik op oké. Okay. Daarna ga ik weer naar selecteren. Selectie opslaan. Klik hier ook gewoon op oké. Okay. Ctrl of Command D om de selectie uit te zetten. Daarna command of ctrl-A om de hele foto te selecteren. Wanneer we nu gaan naar bewerken. Zo schalen dat inhoud behouden blijft, kunnen we boven in de menuballen kiezen voor de optie achter beschermen alfa 1. Wanneer we nu gaan slepen, dan zul je zien dat ze dat hutje zijn originele formaat behoudt. Nog steeds kan ik in het rechter of in het vakje dat naast mijn cursor verschijnt zien hoe de breedte wordt als ik hem op deze manier verschaal, druk op de Enter-toets als de verschaling is zoals ik hem wil. En zo heb je gezien hoe je op een makkelijke manier zonder inhoud te verliezen, dus zonder het Crop-tool te gebruiken, je foto te verschalen zodat hij in een andere serie past met afwijkende formaten.